Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag in Iron House, de strongest gym in Florida. Ik heb de hele tent voor mezelf gekregen. Super vet, echt een flink rauwe locatie. Met een hoop echt Amerikaans leuk spul om te gebruiken. Ik ga vandaag deadliften en ik ga voor de eerste keer in mijn leven met een grote houten sleutellok, houten boomstam. Dat staat er sowieso op de planning en misschien nog een beetje afpompen. We zijn nu 4 dagen na Official Strongman Games. We gaan nu beginnen met opwarmen. Dat is ook altijd vet van een echte Amerikaanse gyms. Natuurlijk in Nederland hebben wij meer van zulke soort schijven. De standaard rubberen 20 kilo's, 25 kilo's. Maar ja, wat ze hier in Amerika hebben is allemaal dit soort spul. Heerlijk. Als je dit hoort, dan lift je al gewoon 20 kilo meer, toch? Dus heerlijk. Dus daar gaan we vandaag mee doen. Dus weer de eerste keer sinds ik denk 10 weken tijd dat ik weer met normale straps ga deadliften en op een normale bar. Natuurlijk voor OSG hebben we alleen maar met de Excel getraind. En het is toch wel een hele andere prikkel, aangezien dat ding gewoon compleet stijf blijft de hele lift door. Dus nu mag ik weer met een deadlift bar. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd of ik nou een beetje profijt heb uitgehaald dat ik zo lang met een Excel heb getraind. Dus we gaan het zien. Ik wil even een klein rondje doen door de gym wat we hier allemaal hebben staan. We hebben hier zo een hex squat machine staan. Flinke pillen eraan, flink loadable. Dus ja, iets wat je gewoon vaak ziet in Amerika, dat ze die gebruiken hier zo. Goed om je benen mee op te pompen. Deze is ook wel vet om even te benoemen. Het is een LED pulley. Kijk wat voor stek erop zit. Wat we nog verder hebben staan is een monolift. Ik zie je ook niet vaak in Nederland. Voor mij in Nederland zijn er maar denk 2 of 3 dat ik ervan weet ongeveer. Dus een monolift houdt in dat je met de stang kun je omhoog gaan en dan deze dingen slaan dan weg. Dus je hoeft niet eruit te lopen, zal ik maar zeggen. Dat is wel handig. Dus echt zware powerlifters gebruiken om 400, 500 kilo te spullen te vatten. Verder hebben we nog staan een hoop boomstammen, een hele dumbbell serie. En wat ik mooi vind, heb je 2 squat racks. Ze zitten helemaal vol gestouwd met schijven. Hier hebben we de Rogue powerlift placers zitten hier zo op. En bij de andere, die je nu gaat zien, daar zitten de stalen echt wat rauwere schijven op. De 20,4's en 20,5's, zullen we maar zeggen. En wat dan ook nog leuk is, is hier zo om de hoek. Er zit nog even verborgen achter de pilaar, is nog een goede rowmachine. Dus ja, super vet. Beetje weinig ruimte om te lopen. Ik zou hier geen joke lopen, maar mooie ruimte, zeker weten. In Europa gebruiken we gewoon 20 kilo, 25 kilo. Maar hier hebben we natuurlijk pounds, LBS. Dus een schijf is hier zo 20,4 kilo. Dus ja, elke kilo telt. Ik heb nu 494 LBS op de bar liggen en dat is 224,07 kilo. Nou, hey, exact aantal. De 260 voelde wel lekker. Ik zit nu op 305 kilo. Dat is 674 lbs. Dus, als het makkelijk voelt, hè? Oh. Net 305 kilo gedaan. Echt wel verrast, zou ik maar zeggen, wat het verschil is met een Excel. Met Excel, wat ik zei, die staan heel snel van de grond af. En ik heb nu een Texas deadlift bar en dat ding is echt zo buigzaam. Dus als ik zou maar zeggen, onderaan mijn knieën kon, dan hangen de halve schijven nog aan de grond. Dus ik verraste me wel een beetje hoe zwaar het nu in één keer weer was. Maar prima, het is 4 dagen na competitie, vind ik niet gek. En ik vond het wel leuk om even die deadlift en een beetje te kijken van hoe het ook weer zat met een deadlift bar. Dus prima, koud lekker bij 305 kilo, ik ga niet zwaarder. Dat is genoeg geweest. Ik ga nu even opwarmen, ga ik even log doen. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een Slater log probeer. Echt Amerikaans merk, super vet. Die man die maakt alleen maar spullen, is vakmanschap. Hij is ook, zal maar zeggen, de medebedenker van de Roker Coaster die we laatst zagen bij de Roker Invitational. Het deadlift platform wat ze daar gebruikten, daar is ook door hem gemaakt. Dus allemaal door Steve Slater. Dus de eerste keer dat ik een log van hem mag gebruiken, dus ja, super vet. Wel een beetje het ding wat je al ziet bij Giants Live, dus daar moet ik het maar een keer uit hebben geprobeerd. Leeg heeft hij 90 kilo, dus geen idee wat ik vandaag ga doen. Ik ga gewoon een beetje lol maken, zoals ik ook met de deadlift heb gedaan.
Al was het iets minder lol dan ik had verwacht, maar prima. Hoe was dat? Ja, makkelijk. Ja? Ik ben nog wel een beetje last van mijn bicep. Maar even kijken of het gaat of niet. Ja. Dus ik heb zoals bij OSG gezegd, ik een kleine bicepblessure al voor de voorbereiding opgelopen met zandzakken tillen. Dan was mijn zandzak ook niet zo goed bij Official Strongman Games, maar we gaan kijken of het werkt of niet. Dus prima. Prima, alleen nu clean ik hem, voel je druk, ik denk nou, dat moet je doen. Klaar met log. Log, ik heb 130 kilo gedaan, toen wou ik 150 gaan doen, alleen bij het cleanen voelde ik al zeg maar bicep die een beetje dacht van, ah, doe maar niet maat. Ik heb hem wel geprobeerd te pressen, alleen ja, niet vandaag, zullen we zeggen. Vind ik ook niet gek, ik kan altijd de ene kant op vallen met een training als dit, want het is 4 dagen na de wedstrijd. En het is weer een compleet andere onderdelen dan ik die op de wedstrijd heb gehad. Dus, maar ik dacht, ga gewoon vandaag een beetje plezier maken. Misschien even wat vette dingen doen of zo. Maar het lichaam zegt nog een beetje van, nou, gaan we niet doen. Dus dan moet ik naar luisteren. Dus gaan we nog even een beetje rugpompen, denk ik. En dan gaan we nog even langs de Cheesecake Factory. Want ja, je moet wel goed gegeten worden. Hè? It's time for a montage. Oké, ik ben klaar met de training bij Iron House Florida. Lekkere training gehad. Een paar dingen die me wel heel erg verrasten was als je van een Axel bar of komt in één keer naar zo'n Texas Deadlift bar, zit zoveel whip in. Het verraste me nogal erg. En de log was vet om een keer mee te trainen. Niet heel veel sets mee gedaan, want de bicep die begon een beetje te zeiken. Die gaan we ook gewoon in de off-season gewoon lekker wat rust geven. En ja, daarna nog even lekker rug gepompt. En dat was hem voor mij. Dus dit was de laatste vlog die je zal zien uit Florida. Hele mooie wedstrijd gedraaid. Was super vet om naast zoveel legendes te staan. Ook last Nick Best, Sidrunus Vikas, Rauno Heinle. Hele mooie tijd gaat hier zo. Vergeet niet te liken en te subscriben. En ja, tot de volgende keer. Doei!